Ja. Oké, hier zijn we dan. Even wachten dat er wat mensen zijn. Oké. Ah, oh, nee, ik heb mijn gsm niet op niet storen gezet. Waar moeten zij nu? Haha, ik zie dat er al mensen kijken. Oké, hallo, hallo. Ik ga nog één klein secondje wachten. Dag meisjes, dag Katja, hallo. Dus ja, ik ben Greetje van Make Up Rise & More. Ik ben verkooppunt van I'm Clean uiteraard, hè, ambassadeur of ambassadrice. Ik weet niet zo goed hoe ik dat dan moet noemen. Voor het merk ook. Hele grote fan van alle producten nog steeds. Mijn salon zelf is gelegen in Schoten. En daarnaast heb ik een webshop, makeupwebshop.be, waar je uiteraard heel het lichaamigamma kunt terugvinden. En vandaag ben ik live met mijn dochter Lief, Maya. Zeg maar hallo. Hallo. En we gaan het eventjes hebben over huidverzorging voor pubers en voor beginnende pubers. Omdat dat iets is waar eigenlijk heel veel vragen over komen. Dus voilà. We zijn samen live vandaag. Zoals je ziet, ja, Maya is 10 jaar. Is nog geen 16-jarige puber. Het is een 10-jarige puber, wel een puber al. Maar je ziet, ze heeft nog niet echt heel veel last van acne of zo. Dus ik ga gewoon eventjes laten zien hoe je zo kunt starten bij bijvoorbeeld tienermeisjes met beginnende skincare. Ik ga uiteraard nadien ook wat uitleg geven over wat je kan doen voor oudere pubers, zal ik het dan noemen. Hoe dat je die hun skincare routine kunt aanpassen. Maya die doet wel al heel flink iedere avond haar huidverzorging. Die ziet dat natuurlijk ook. Die heeft het goede voorbeeld. Dus die weet dat eigenlijk al heel goed hoe ze dat moet doen. Ik ga het hier gewoon even klaarzetten. Dus eigenlijk bij beginnende pubertjes die nog niet echt heel fel door hormonen beïnvloed zijn bijvoorbeeld. Zoals Maya zelf. Ze is wel echt aan het puberen, maar dus heeft zo van die kleine boebeltjes beginnen er wel te komen. Maar zo echt van die zware acne heeft ze momenteel nog niet, gelukkig. Ik ga ze hopelijk ook niet krijgen. Zoals bij haar bijvoorbeeld, is het voldoende om eigenlijk gewoon iedere avond zeker goed te gaan cleansen met de cleansing milk. Maar waar moet je op gaan letten? Dat je een hele milde reiniging neemt. Dus straks als we het gaan hebben over de iets zwaardere acne-gevoelige huiden, gaan we met de dubbele reiniging en zo werken. Maar dat ga ik nadien uitleggen. Dus wat is heel belangrijk voor die jonge huidjes? Dat je dus echt voor een milde reiniging gaat kiezen. Ja, ik zou sowieso zeggen, kies sowieso voor natuurlijke producten. Kiest in mijn geval sowieso voor Lycami, zou ik ook zeggen. Gewoon omdat die natuurlijke producten, die bevatten niet alle stoffen zoals sulfaten, parabenen. Sulfaten zijn de producten die de ingrediënten die je producten laten schuimen en zo bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk allemaal redelijk agressief voor de huid. Dus dat zeker niet doen. Kies voor heel milde reinigers. Dus best gewoon voor een melk. Ja, ik heb hier nu even het de travel size uit de facial care kit bij de hand. Maar anders is dat de grote fles natuurlijk. 19 jaar jonge huid. Ja, Ella, ik zou zeggen van wel. Maar niet hetzelfde als dit. En dan ga je al wel meer stappen nodig hebben. Maar 19 jaar is voor mij wel nog een jonge huid. Ja. Eigenlijk alles tot 25 eigenlijk. Kun je daar onder tellen. Met een celvernieuwing. Hoe jonger dat je bent, hoe sneller dat gaat. Hij zit rond de 3 à 4 weken. Maar naarmate dat je ouder wordt, dus eigenlijk vanaf je 25, vertraagt je celvernieuwing. Dus heb je gewoon meer nodig. Hè? Dus maar ik ga jou gewoon de cleansing milk laten gebruiken. Er is eerst even je gezichtje nat maken. En dan wat heb je dat padje nu gedaan? En dan kun je het hiermee gebruiken. Hè? En hiermee kun je het afnemen. Ja, dus we hebben hier nu een kom water staan. Dat is niet zo, gemakkelijk. Dus doe het maar op je gezicht gewoon. Allee, zo op je hand, hoe je dat normaal doet. Ja. Ja, je moet er een beetje meer van pakken. Want ja, het is natuurlijk nu het kleine flesje. Is dus gewend van het grote flesje. Ja, dat is goed. Gewend van een grote fles te gebruiken. Het is belangrijk om gewoon goed in te zetten op die reiniging. Reiniging is het allerbelangrijkste. Dus we gaan starten met die milde reiniging. Dus in dit geval met de cleansing milk.
Ja, hè, met dat patchje bijvoorbeeld is het sowieso wel heel interessant, omdat dat toch een klein zacht scrubbend effect gaat geven. Dus als er toch wat poriën verstopt zijn of zo, dan gaat dat met die pet al een beetje gaan weggaan. En dan nadien, als je die melk hebt aangebracht, en dan kun je gewoon de melk gaan afnemen met water. Hè. Wat dat ze moeten doen, is uiteraard hetzelfde als bij de volwassenen. Hè. Dus als je zelf de producten al gebruikt, dan is dat gelijkaardig uiteraard. Dan, ook bij de jonge huiden, ik raad altijd wel een toner aan. Maar moet je goed mee opletten, want als je gewoon een tonic van een ander merk of zo, die bevatten vaak... Oei, de live loopt vast. Oh, ik hoop, Mieke, dat het aan jou... dat klinkt verkeerd. Ik hoop dat het aan u ligt, wou ik zeggen, en niet aan mij. Maar ik hoop dat mijn verbinding niet slecht is. Dag, Sanne. Ah, hier, alles oké, okay, gelukkig. Dus ja, hè, je gaat wel een toner gebruiken, maar bij sommige merken moet je zien, want zit er in een toner ook alcohol in. Ik weet, toen ik vroeger jong was, dan zeiden ze, ja, zo'n toner, want dat trekt je poriën terug toe. Maar dan moeten ze dus, oké, bij de meeste mensen is het wel oké, gelukkig. Maar natuurlijk, de toner van Lycami is wel een supergoeie en is wel een hele milde... Mogen je zitje naar beneden? Dus een toner van Lycami zou ik altijd wel aanraden, omdat water je huid gaat uitdrogen en een toner gaat dat terug in balans brengen. Dus ook bij mijn dochter al, Maya gebruikt ook die toner al. Ja, doe maar gewoon even. Ja. Voilà. Die spuit beter dan die grote. Ah, voilà, die spuit beter dan de grote, zegt ze. Dus dat is ook de travel size. En kijk, je ziet ook wat Maya doet. Die is goed op geleerd. Dus goed die toner induwen. Dat is belangrijk, dat je die toner goed gaat indrukken. In je gelaat. Hè. Dus dat doet ze ook flink. En dan heb je nog de dagcrème. Ik moet zeggen, ja, ik vind dat niet nodig dat ze dat iedere dag doen. Wacht, zeg je handje. Dus ik ga het zo'n beetje op mijn hand doen. Dat is wel misschien wel veel. Maar ja, oké, het is zo erg. Ja, doe maar op je gezicht. Hè. Dus het geleerd van de beste, dat is waar. Vanaf welke leeftijd mogen jonge meisjes met producten van Lycami starten? Nee, dat mag eigenlijk... Het is volledig natuurlijk, dus dat mag vanaf wanneer ze dat willen eigenlijk. Maya is nu wel sinds een half jaar of zo. Hoe lang doe je dat al elke avond? Was jij al 10 jaar? Zoiets, hè? Ja. Zo, vanaf ze een jaar of 10 is, doet ze dat eigenlijk bijna elke avond... Nee, hè, dat is een crème, die moet je niet afwassen. Die mag je gewoon goed insmeren. Dus eigenlijk nu doet ze dat... Maar ervoor, als ik bijvoorbeeld een masker legde of zo, dan vragen onze kinderen soms ook... Oh, mogen wij dat ook? Dat kan geen kwaad. Dus dat mag zeker. Maar om het zo iedere dag te gaan doen, is dat natuurlijk niet nodig als die 7 jaar zijn. Hè? Dus voilà. Dan heb je de crème gedaan. Want die hydratatie is ook heel belangrijk. Bij haar, ik zeg nu nog wel vaak bij haar dat ze dat niet iedere dag moet doen. Want het is natuurlijk je huid, als je zo jong bent, gaat je huid supersnel gaan vernieuwen. Maar toch, hydratatie is wel een hele belangrijke. Ook vooral naar later toe. Dus naar de mensen, alleen naar de jonge huiden die vooral echt hormonaal ook meer last krijgen. Moet jij nog iets zeggen? Nee. Vind je dat moeilijk om de productjes te gebruiken? Vind je dat leuk om de productjes te gebruiken? Voilà. Ik weet niet. Soms alleen als ik heel moe ben. Ja, alleen als ze heel moe is. En dat is. Maar je hebt hier met de melk of met de crème aan je oren bij geweest. Dus soms als ze heel moe is, vind je het een beetje moeilijk. Maar ik denk dat bij de grote mensen ook nog zo is. Hè? Als jij... Ja, dus voor de hele jonge huid hebben we het laten zien. Dus dan ga ik misschien Maya stilletjes aan naar haar bed laten gaan. Ja, is dat goed? Nee. Nee. Ja, je hebt alles gedaan. Jij bent helemaal klaar om in bed te kruipen. Maar je zit tot half. Het is het. Ah ja, ja, maar bij jou is het gewoon snel. Oké, slaap wel zet. Ja, je ziet, ik gebruik graag zo van die bandjes, omdat dat gewoon je haar dan niet meer verlangt. Dag, schat. Oké. Okay. Ik ga nu even een uitleg geven voor meer de... Slaap wel, zeggen ze nog, Maya. Slaap wel, zegt ze. Ik ga nu de uitleg nog... wat een schat. Beste assistente, die Maya, dat is waar. Wat vindt ze goed aan de producten? Ah, ja, Sanne, sorry, ik heb ze juist laten vertrekken.
Ik vind het vooral heel leuk natuurlijk, hè, dat ze dat allemaal kan meedoen. En vroeger begon dat bijvoorbeeld als ik een masker deed, dan was dat ook, oh, mogen wij dat ook? En dan deed ik dat bijvoorbeeld als de kinderen in bed zaten en dan smeer ik zo'n beetje masker op die wangetjes en dan deed ik dat er wel ook. Dus ja, die zijn daar natuurlijk mee grootgebracht. Die zien dat ook iedere ochtend en iedere avond bij mij natuurlijk. Dus die weten dat wel. Mijn zoon zei, ik wil ook mee live. Maar vooral omdat hij dan nog niet om 8 uur moest gaan slapen natuurlijk. Dus zij zei nu ook, zeg mama, je hebt gezegd dat ik tot 8:30 mee live mocht. Het is nog maar 8:50. Dus dat is echt zo voor de beginnende pubertjes. Is het dus eigenlijk voldoende als die vooral dan 's avonds gaan reinigen met de melk, de toner en een hydraterende crème? Of eventueel zou je zelfs eventueel die toner bij zo die kleine meisjes, of jongens zelfs, zou je eventueel zelfs die toner er nog kunnen uitlaten. Maar dan, je gaat ook zien als die ouder worden, er zijn kinderen die meer last gaan hebben van acne, of van die onderhuidse bultjes, van ja, echte hormonen eigenlijk. Hè? Want ja, je hebt je huid, hè, je huid bestaat uit 2 lagen. Je hebt je epidermis, je oppervlakte eigenlijk, hetgeen dat je ziet. En je hebt je dermis, hetgeen dat daaronder ziet. En wat maakt dat een huid verouderd? In je dermis zit eigenlijk collageen en elastine. En je celvernieuwing die snel gaat, maar ook de collageen en de elastine, die eigenlijk de stevigheid van je huid gaan bepalen. Wat is nu het probleem? Mijn jongens zijn 15 en 17 en te lui, terwijl ze mij dat ook altijd hebben zien doen. Ja, ja. Mijn jongen die is nog maar 8, dus die is er nog niet mee bezig. En mijn dochter vindt het nu nog heel leuk, maar dat wil niet zeggen dat hij dat per 17 ook nog... maar ik hoop van wel. Dus als je ouder wordt, wat gebeurt er eigenlijk? De aanmaak van je collageen en je elastine gaat gewoon heel veel verminderen. Hè, waardoor je meer huidverslapping gaat krijgen en al die dingen. Dus eigenlijk bij die jonge huiden, dus alles onder de 25, heeft een supersnelle celvernieuwing. Sneller dan hè, nadien vertraagt dat allemaal. Maar die huid is dus ook nog op zijn dikst. Dus eigenlijk, je hebt constant celvernieuwing. Dus je hebt eigenlijk allemaal oppervlakkig ook die dode huidcellen. Dus dat is super belangrijk dat die gaan reinigen. Want omdat die celvernieuwing zo snel gaat, blijven er ook meer dode huidcellen achter. Die kunnen dan ook weer... Je hebt dan ook al je haarzakjes en al je poriën. Dat kan dan verstopt worden door foute producten te gebruiken, door vuil, door niet goed te reinigen. Dat gaat voor ontstekingen zorgen en dat gaat eigenlijk mee puistjes gaan veroorzaken. Tweede oorzaak daarvan is uiteraard hormonaal. Hormonaal kun je daar gewoon niet aan doen. Je huid gaat gewoon in je puberjaren meer stofjes aanmaken, waardoor dat je het meertallen gaat produceren. Meer sebum noemt het dan, hè, zo, het vetlaagje op je huid meer en meer gaat hebben. En als je dan dus je huid niet goed reinigt, dan gaat ook dat je poriën gaan verstoppen. En met hetzelfde resultaat natuurlijk, dat dat weer ontstekingen gaat geven en weer puistjes gaat geven. Dus wij is super belangrijk dat ze heel goed gaan reinigen. Ook weer die goede milde reiniging, want hoeveel mensen, ik weet niet, ik denk van de mensen die meekijken, waarschijnlijk 80%, 90% heeft er vroeger in zijn jeugdjaren Clearasil gebruikt. Ik wel, bijvoorbeeld, schandalig. Ik raad u ten zeerste aan om dat niet te doen. Dat is een super agressief product. Dat is heel chemisch. Dus dat gaat die huid gaan belasten met chemische stoffen die niet nodig zijn. De synthetische producten dat je niet nodig hebt voor je huid. Dat is 1. Ten tweede gaat dat veel te agressief werken in 90% van de gevallen. Er gaan misschien 10% van de mensen gaan daar goed mee zijn, maar 90% van de gevallen gaat Clearasil veel te agressief zijn. Dat gaat je beschermlaag aantasten, waardoor dat het vuil niet helemaal in je huid gaat kunnen en waardoor dat je dus net nog meer ontstekingen en onzuiverheden gaat krijgen. Wat is dus wel belangrijk voor pubers die onder invloed van hormonen, hè, dus meer vet op hun huid krijgen, of gewoon voor mensen die ook op latere leeftijd hè, heel acnegevoelig zijn, is er een product tegen rimpels? Dat is er zeker, maar vandaag gaat het over de puber skincare. Dus die hebben dat nog niet nodig. Maar als je gaat terugkijken in de vorige lives, dan ga je daar zeker heel veel informatie over terugvinden, hoor. Dus bij de pubers, die hormonaal... Ja, heb je dus de dubbele reiniging nodig. Wat is de dubbele reiniging? De cleansing oil met de cleansing milk.
Ja, dit is dus een leeg flesje van mijn oogcrème. Maar ik ben op weekend geweest. En dan, ik heb zo een leeg flesje oogcrème en ik heb daar mijn cleansing oil in gedaan om dat mee op weekend te nemen. Dus dat is ineens even een goede tip, maar daarom dat het er zo wat anders uitziet. Cleansing oil is een hele goede om mee te gaan starten. Die amandelolie is super voedend voor je huid, ten eerste. Maar ten tweede is, zei ik nu amandelolie, het is volgens mij macadamiaolie. Ik ben eventjes in de war, maar Marianne gaat mij wel verbeteren. Maar ik denk dat macadamiaolie is, ik denk niet dat het amandelolie is. Maar is in elk geval super voedend voor je huid. Heel zacht om te reinigen. Als je dus puberdochters hebt bijvoorbeeld die zich gaan maquilleren, is het sowieso altijd nodig om te starten met de cleansing oil. Om je make-up te gaan verwijderen. Dat is punt 1. Maar heb je dus acnegevoelige huid of een hele vette huid, is ook altijd de cleansing oil stap nummer 1. Want olie gaat dus dat sebum en die tallen gaan oplossen. Ik weet niet, olie is niet oplosbaar in water. Hè? Vet is niet oplosbaar in water. Dus als je geen olie gaat gebruiken... wacht, hè, Black Friday deal. Ik denk niet dat Ligami zelf Black Friday doet. Op mijn website wel, maar dat ga ik hier even niet spoilen. Maar als je bij mijn website moet het even... zeker u inschrijven op de nieuwsbrief, want het gaat daar sneller zijn. Nu ben ik even mijn kluts kwijt. Hè. Ah ja, dus je start altijd met die cleansing oil. Hè, want vet is dus niet oplosbaar in water, wel in olie. Dus die cleansing oil is een allereerste stap voor puberhuiden, voor acnegevoelige huiden, om dus dat overtallig vet en dat sebum te gaan oplossen. Dus dan gaat je echt de eerste laag van je huid gaan reinigen oppervlakkig. Je neemt de olie af met water en dan gaat je op tel, hè, weer dezelfde manier met de cleansing milk opnieuw reinigen. Afnemen met water. Ah, jawel, toch amandelolie. Oké. Zonnebloemolie, druivenpietolie en inderdaad toch amandelolie, jawel. Dus de cleansing oil, hè, is super, super verzachtend voor je huid. Hè. Heel kalmerend, heel voedend ook. Dus ja, hè, cleansing oil, cleansing milk en dan met een toner voor je pH te gaan herstellen. Heel belangrijk is dus opnieuw die hydratatie. Heel veel mensen denken, ik heb een vette huid, ik ga niet hydrateren, want dan gaat mijn huid vet maken. Maar dat is een heel groot verschil. Vet en hydratatie is niet hetzelfde. Hè? Je kunt, als je een vette huid niet gaat voeden, als je niet gaat hydrateren, dan gaat je huid net meer tallen gaan aanmaken, omdat hij denkt, oei, ik moet meertallig aanmaken, want ik ben uitgedroogd. Dus het is superbelangrijk dat je gaat hydrateren. Dus een hydrating cream is een hele belangrijke. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, zou ik durven zeggen, vanaf... dat ze groot genoeg zijn, dus ik zou durven zeggen, vanaf 16, 17 jaar, eigenlijk uw kinderen aan te leren om 's morgens een SPF te dragen. Dus in plaats van 's morgens een hydrating cream, zou ik zelfs durven zeggen, doet een anti-pollution. Maar ik snap dat zo 16, 17, in C kunnen die eigenlijk gewoon melktoner, crème doen. Hè, en dan de olie als ze nodig hebben. Het is toch wel ja, belangrijk dat je dat dus wel doet. Maar ik ben weer even afgeleid. Sorry, zit er onder ook een setje in voor de pubers. Er zit niet één apart setje in voor de pubers. Dat niet. Want ik ben even aan het denken. De facial care kit. Maar is het serum mee in? Dat hebben zij wel echt nog niet nodig. Het serum hebben ze echt niet nodig. De melk, de toner en de crème zit daar wel in. Dus als je eventueel zou zeggen dat jij de serum gebruikt, dan is de facial care kit wel een interessante om mee te starten. Dus een anti-pollution, wat ik zei, in principe kan hem vanaf 16, 17, maar ik zou, ja, natuurlijk vanaf 25 sowieso. Als je celverneming start, vertraagt, is het echt belangrijk om dat te gaan doen. Dus dat moet je zeker wel doen. En dan heb ik nog als laatste, wat wou ik nog laten zien, voor de mensen die echt wel een heel acnegevoelige huid hebben. Hè. Dus als je echt, ja, ze zijn er. Hè. Ik heb dat zelf gelukkig nooit niet gehad. Maar je weet niet wat de toekomst brengt voor mijn kinderen natuurlijk. Maar je hebt wel echt pubers en tieners die heel fel acnegevoelig zijn. En dan kun je zelfs het clear setje gaan gebruiken.
Waarbij dat je dus het anti-acne serum hebt en het Skin Renewal Serum. Het anti-acne serum is met niacinamide. Dat gaat echt die ontstekingen en zo tegengaan. Ik zelf nu gebruik dat bijvoorbeeld plaatselijk. Als ik voel, oh, ik ben een puistje aan het krijgen of zo, dan doe ik gewoon 's morgens en 's avonds plaatselijk de anti-acne serum erover. Ja, ik ben 31, voel me nog elke dag een puber met de acne. Ja, dat is zeggen, je kunt dat. Dat is vooral heel hormonaal natuurlijk. Hè. Dus dat is het grote probleem of het heel moeilijke. Als je dat blijft hebben, dat heel vaak hormonaal is. Hè. Dus dan kun je een anti-acne plaatselijk gaan doen. Maar als je zegt, ja, ik heb het over heel mijn gezicht, doe je het gewoon over heel je gezicht. En dan voor samen heb je dat Skin Renewal Serum met glycolzuur. En dat gaat echt op een hele zachte manier je huid gaan exfoliëren en gaan vernieuwen. Natuurlijk, zo dat glycolzuur zou ik niet bij zo de echte jonge pubers van 14 jaar of zo, zou ik dat niet per se gaan gebruiken. Maar weet dus wel dat dat kan. Leuk weet je daarbij. Ik weet niet of je gezien hebt de actie van Ligami deze maand. Hè. Als je 2 gift sets koopt, krijg je de facial cream gratis, de 50 ml. En dit telt ook mee als gift set. Dus ook als je 2 Ligami Plus duo's aankoopt, krijg je ook die facial cream gratis. Dat is zowel bij Ligami op de website als bij mij op de website als bij andere verkooppunten gaat dat normaal gezien ook gelden. Dus weet, dat is ook nog een actie die loopt tot 30 november. Dat is ook nog een hele leuke. Wat moet ik daar dan voor de rest nog over kwijt? Heb je echt zoiets van, ja, we hebben alles geprobeerd. Skincare. Skincare en hormonaal is het oké. Acne kan ook gewoon echt door voeding getriggerd worden. Cafeïne triggert dat, zuivel triggert dat, suiker triggert ook acne. Dus als je echt iemand bent die heel veel last heeft van acne, is het ook altijd interessant om dat eens even te laten nakijken. Nu, als je zo acne op je mond, kinzone hebt, hier ergens, dan kun je er bijna altijd van uitgaan dat dat hormonaal is. Dat dat niet per se met voeding te maken heeft als het in deze zone is. Voilà. Mijn dochter had gehoopt dat ze hier super lang niet mogen blijven zitten. Maar ja, dat ging natuurlijk wat sneller, want die heeft nog niet zo'n uitgebreide skincare routine nodig. Dus ik denk dat ik eigenlijk alles wat ik heb gezegd over die puber skincare, zijn daar vragen over. Als je bijvoorbeeld zegt van ja, mijn dochter heeft of mijn zoon heeft een hele droge huid, dan kunnen die s'morgens, zo die beginnende, hoeven s'morgens nog niet per se echt te gaan reinigen. Dan zou je kunnen zeggen, ze smeren s'morgens gewoon de crème ter bescherming van je huid en het goed reinigen moet ze dan wel echt 's avonds doen. Maar vanaf dat er echt acne is of make-up gebruikt wordt of zo, ja, dan is het dubbel reinigen. Allee, en het 2 keer per dag reinigen wel echt heel belangrijk. Als je nog vragen hebt, dan hoor ik die heel graag. Dan mogen die nog heel even posten zijn. Dan ga ik die met heel veel plezier beantwoorden. Dan ga je eens kijken, hè. Even door de vragen. Ik denk niet dat ik vragen gemist heb, maar misschien wel. Hè. We zullen eens zien. Hè. Ja, van de pubersetjes heb ik gezegd. Hè. Nee, die zijn er dus momenteel niet. Misschien wel nog een leuke, Marianne. Om iets mee te doen met zo'n pubersetje. Of een, ik weet niet, mami-dochterkit. Ah ja, maskertje en, jawel. Een exfolia en het masker. Kan dus zeker ook. Ga ik even ook erbij nemen. Dus, exfolia en het masker. Agressieve scrubs, zeker niet gaan doen. Maar onze exfolia is op basis van abrikozenpiet. Dus dat zijn gemalen abrikozenpietjes. Is geen hele grove scrub. Kan dus zeker wel. Als het is van een heel gevoelig huidje, mengt die dan even met de melk. Hè? Dan heb je dat niet nodig. Allee, dan kun je dat mengen met de melk. Dan is dat wat zachter. Kun je dus ook 2 keer per week gaan doen. Is geen must. Maar als het nodig is, kan het eventueel zeker. Hè? De scrub kan sowieso. En het masker zeker ook. Ook voor zeer gevoelige, acne-gevoelige huid, want er zit heel veel, een hele hoge dosis salicylzuur in. Dat dus echt wel super hard gaat reinigen. Ik zelf bijvoorbeeld, ik gebruik mijn masker gewoon 1 keer per week.
Maar als ik dat een keer heb overgeslagen, en het is een keer per 2 weken, ik krijg daar nadien vaak onzuiverheden door. Niet door het masker, maar gewoon dat dat zo reinigend is, dat dat echt wel het vuil allemaal goed naar boven gaat halen. Dus als je het maskertje kan dus zeker ook 1 keer per week, 2 keer per week bij vettere huiden. Kan zelfs heel plaatselijk. Als je zegt, ja, ik heb acne alleen hier op mijn voorhoofd, of op mijn neus, of op mijn kin, kun je dat dus gewoon plaatselijk 2 of zelfs meer keer per week gaan doen als je dat nodig hebt. Ga super diep reinigen. Moet je dan eerst reinigen of is het direct genoeg? Nee, je moet wel eerst reinigen. Dus dat komt eigenlijk, dat hoort dan eigenlijk bij je uitgebreide reiniging. Dus dan doe je eerst olie, melk en dan eventueel peeling, de exfoliant cream en het masker. De toner komt dan na je masker. Dat is een afsluit van uw reinigingsstappen dan. Dus je reinigt eerst en dan doe je eventueel het masker of de peeling in het masker. Voilà. Nog eens kijken. Er zijn vragen. Graag gedaan, Katja. Voilà, hè. Zijn er vragen? Nee, ik moet het anders stellen. Ik moet ze vragen, wat zijn de vragen? Als ik dat doe, dan komt er meer reactie dan ik vraag, zijn er nog vragen? Dus wat zijn de vragen? Als je nog vragen hebt, shoot, ik ben hier nog. Dan beantwoord ik ze met heel veel plezier voor u. Ik denk dat Marianne ook nog meekijkt. Dus als ik niet kan antwoorden, dan kan Marianne mij altijd bijstaan of verbeteren als ik iets verkeerd zeg. Dus voilà. Voor de rest, ja, dus de skincare van de pubertjes is eigenlijk niet per se heel verschillend van die van de grote mensen. Hè. Buiten het feit dat ze natuurlijk minder gaan inzetten op het anti-aging aspect. Dus zij gaan zeker nog niet het gewone serum bijvoorbeeld gaan zij niet moeten gebruiken. Hè. Eigenlijk nooit. Dat gaat bijna in alle gevallen te voedend zijn voor die jonge huiden. Die huidverneming, ja, ik zeg het, dat gaat nog zo snel. Die zien er nog bijna onsterfelijk uit. Hè. Hoe zalig is dat? Ja. Mijn dochter heeft witte bobbels op haar kin. Wat kan ze doen? Je bedoelt dan van die onderhuidse puntjes? Of bedoelt je echt puistjes met ontsteking op? Zo met witte puntjes op. Want ja, dan mocht je natuurlijk best niet uitnijpen. Maar ik vermoed dat het zo van die onderhuidse bobbeltjes zijn die je bedoelt. Onderhuids. Hè. Dan is wel de peeling een heel interessante. Heel vaak zijn dat, en gaan hydrateren ook, want heel vaak zijn zo die onderhuidse bobbeltjes, zijn dat eigenlijk tallig ophopingsjes door een huid die vaak te veel tallig gaat aanmaken, omdat ze te weinig gehydrateerd is. Dus ik zou zeker zeggen dan die peeling en dan eventueel het maskerje ook, 2 keer per week, om dat goed proper te maken, dat het goed naar boven komt en dan zeker een hydraterende crème gaan gebruiken. Omdat dat toch wel echt goed moet gaan hydrateren. Want meestal, ik zeg het, is dus zo onderhuidse bultje, dat is meestal dus een tallig ophoping. Komt heel vaak voor bij huiden die niet genoeg gehydrateerd zijn. Hetzelfde zo bij van die gerstekorreltjes bijvoorbeeld. Dat komt veel meer voor bij droge huid. Dat komt voornamelijk voor bij mensen met een droge huid. Veel minder bij mensen met een fittere huid. Zo. Wat kan ze doen? Hè? Dat is hij. Dus echt goed gaan peelen. En dan dat masker. Ik zou echt durven het masker er zo gemakkelijk 2 keer per week of zo opleggen. Om te kijken wat dat gaat doen al voor haar huid. Voilà. Zo. Oké. Ik denk dat ik alles gezegd heb. Het lijkt me ook niet. Ik had er 2 rond mijn ogen. Meer oogcremes, meer misschien. Ja, en als je dat echt hebt, dan kan het zijn dat je dat moeilijk wegkrijgt. Ik had dan gaat het niet moeten laten wegdoen, misschien. Ja, gerstekorrels. Snapte dat je dat bedoelde, ja. Dus dan kan het zijn dat je die gaat moeten laten wegdoen. Dat moet worden opengeprikt. En dan als die rijp genoeg zijn, dat klinkt wel vies, hè. Maar als die groot genoeg zijn, kunnen ze dat openmaken. En schoonheidsspecialist kan dat openmaken. Laten weghalen, hè. Kunnen ze dat openmaken en dan zijn die weg. Dat is ook gewoon tallig ophoping. Dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen bij jongere huidjes is het zo gemakkelijk dat dat zo plekjes zijn met meerdere van die kleine bultjes.
dan moet je natuurlijk niet allemaal even gaan lopen prikken. Hè? Maar daar is dus de hydratatie heel belangrijk. Paarse litteken op het voorhoofd zijn vroegere pijsjes. Dat moet je hier aan doen. Wat je daaraan kunt gaan doen, is eigenlijk het... in onze correctie, het moet eerlijk zinken, de even skin tone, de hyperpigmentation eigenlijk zouden kunnen gaan gebruiken. Dus het Ligami Plus Duo, dat eigenlijk ook voor de pigmentvlekken werkt. Zou het ook wel kunnen doen, omdat dat verkleuring gaat verlichten. Dus dat gaat ook werken op die kleur van die oude littekens. Dus het hyperpigmentation serum. En moet ik eerlijk denken, ik ga eens rap even spieken hier in mijn standje. Wat is er volgens mij nog één? Ja. Sorry, jij bent hier even aan het kijken, hè? Ja, reduces blemishes. Ja, de skin redness, hè, eventueel. Dus ik zou eigenlijk zeggen. Ik zou zeggen het hyperpigmentation serum, omdat dat... Ah ja, op het clear setje, ja. Voor die anti... Ah ja. Ook voor die vlekjes te verlichten, bedoelde je dan, Marianne. Dus het clear setje kan dan zeker ook... Cleaning balm mag zeker... De healing balm mag zeker ook in het gezicht, absoluut. Ja. Dus het clear setje is ook... kan ook wel... Kan u eens even zien... Ja, met de skin renewal, ja. Ja, ja, maar dat is... Dus in dat clear setje, dus dat anti-acne setje, heb je sowieso... De anti-acne gaat sowieso je huidverkleuringen en zo gaan tegengaan ook wel een beetje. En de skin renewal gaat echt je huid gaan vernieuwen. Maar een hyperpigmentation gaat zeker ook die vlekjes gaan verlichten. Skin redness gaat ook blemishes... hoe moet ik dat nu in het Nederlands zeggen? Beschadigingen gaan... onzuiverheden, ja, ik weet niet, even niet op het Nederlandse woord komen. Gaat dat zeker ook doen. Die gaan ook zeker op die verkleuring werken ook. Maar een healing balm, ja, Katja, die mag zeker dus ook in het gezicht. Hè. Wat je bijvoorbeeld met een healing balm ook kunt doen, wat ik soms zelf doe in de winter, als ik zo voel dat mijn huid zo eventjes wat heeft afgezien van de kou of zo, dan doe ik dat soms gewoon aan als nachtcrème. Dan is dat zo even een goede voedende nachtcrème. Zo, nog vragen? Of ik denk, ik heb alle vragen beantwoord hier, denk ik nu. Ja, denk het wel, hè. Voilà, als je nog vragen hebt na deze live, of ook als je het gaat herbekijken, je kunt altijd terecht, ja, sowieso op de pagina van Ligami zelf kunnen zeker een bericht sturen. Maar je mag ook zeker op mijn Instagram mij contacteren. En dan ga ik je vragen uiteraard ook met heel veel plezier beantwoorden. En inderdaad, Marianne zegt het ook nog eens, een healing balm als overnight masker is inderdaad top. Dus als je zo voelt dat je huid wat heeft afgezien, dan en zo wat herstel kan gebruiken of extra voeding, dan is dat een hele... Ja, een hele fijne om te doen. Ga ik eens proberen. Bedankt voor het tip. Ja, dat is wel, ik vind dat een leuke om te doen. Dat is zo ook wel. Dat is wel wat winnen. Want die andere crèmes natuurlijk, dat smelt in je gelaat. En een healing balm, die blijft er natuurlijk zo wel wat langer op liggen. Maar dat is zo'n een iets vettere crème natuurlijk. Hè. Voilà, zo. Dank jullie wel om te komen kijken. Als er nog vragen zijn... Ik zeg het, dan kunnen ze stellen, oftewel bij mij rechtstreeks, oftewel hier op de pagina van Ligami kan ook. En dan zie ik jullie heel graag. Ja, volgende maand ga je mij hier ook wel terug tegenkomen. Volgende maand dan terug. Als je vragen hebt, mag je mij die altijd stellen. Ik beantwoord je met heel veel plezier. Dus je kunt mij terugvinden at Make Up Rise and More. Maar ik word ook wel getagd in het bericht normaal gezien. Heel graag gedaan, Mieke. Fijne avond, Katja. Dus als jullie nog vragen hebben, laat het maar weten. En geniet nog van de avond, zou ik zeggen. Hè. Dat is graag gedaan. Dag.